I think the demand for data specialists will be growing in the future. I think it's a good career option, good choice, and that I will have also in the future a lot of possibilities to choose from. Ik zat op LinkedIn en ik had bedacht dat ik op zoek wilde gaan naar een baan als junior data analyst. Omdat ik daar nog helemaal niks in had gedaan. Dus ik dacht, ja, dan begin ik maar als junior. Dus ik zette LinkedIn aan en alle skills die je moest hebben om zo'n baan te kunnen vervullen, had ik precies niet. Dus ik dacht, ja, dit wordt het niet. En toen kwam ik dus toevallig in één keer Techionista voorbij. En dat was perfect, want daar kon ik dus alles leren wat ik dus op al die lijstjes miste. Macor is een IT-bedrijf. Heel kort samengevat, wij maken hele toffe oplossingen voor onze klanten, die onze klanten helpen te groeien. Dat doen we met Microsoft en met Sitecore-technologie. En mijn rol, ik ben verantwoordelijk voor alles wat wij doen met data, analytics, data science en AI bij onze klanten. What do I like most working with data is that every day I have to find a solution how to deal with new issues or how to simplify complicated things, so that's why I like it. It's more like a puzzle game, so it's nice. Maar ik denk dat ik het allerleukste vind dat na skills die ik heb geleerd, is het ook gewoon voor mij een soort hobby die ik erbij heb gekregen. Dus tijdens de opleiding vertelde de leraar ook over bepaalde TED-talks die je echt zeker moest gaan zien. Of boeken raden ze aan van nou, als je die gaat lezen. Dus ik ben gewoon in mijn vrije tijd ga ik naar artificial intelligence events. Ik lees boeken over algoritmes. Er is gewoon echt een heel nieuwe wereld voor mij ontstaan. Het was voor mij heel nieuw, de AI-wereld. En nu is het echt onderdeel van mijn wereld geworden. En dat vind ik echt superleuk. Ja, wij zijn heel erg enthousiast geraakt door het Techionista-programma. Deels door de mensen die erachter staan, maar vooral ook door de mensen die eraan meedoen. Het zijn heel erg gemotiveerde mensen. En het is een programma wat heel erg de verbinding legt tussen de kracht die de mensen al meenemen en de nieuwe kennis die ze daar opdoen. En we hebben ook gewoon behoefte aan nieuwe instromen, nieuwe inzichten in dit domein. What kind of skills I liked most? I could say that all the new skills, Python and SQL programming languages, machine learning, of course, was something that I really enjoyed. And soft skills, of course, it helped me a lot for preparing me for job interviews later. And yes. Macau is a great employer that gives us a lot of freedom to choose what path we want to follow. What things we want to learn, what kind of projects we want to work on. And there is also great environment here, great people and a great atmosphere. So yeah, I certainly think it was a good choice. I would advise that believe in yourself. You can do it.